De afgelopen weken zijn we opgeschrikt in Veenendaal door een aantal incidenten. Dat roept bij mij en bij u ongetwijfeld de nodige vragen op. En ik merk in onze samenleving ook bezorgdheid en dat is heel goed te begrijpen. Dat is ook de reden dat ik vandaag heb besloten om in afstemming met de politie en het Openbaar Ministerie het dak van de markt dit uitgaansweekend te sluiten om de rust terug te brengen in de horeca. Van grootste belang is dat u zich ook daar veilig voelt en dat iedereen in Veenendaal zich veilig kan bewegen. En daarnaast is het van grootste belang dat we deze criminaliteit een halt toeroepen. En daarvoor zullen we alles in het werk stellen. De recherche onderzoekt momenteel in Veenendaal diverse incidenten die hebben plaatsgevonden. Zoals het plaatsen van een handgranaat en diverse brandstichtingen bij horecaondernemingen en een bedrijfsauto. Uiteraard onderzoeken wij of er een relatie is tussen de verschillende incidenten. En wij stellen alles in het werk om deze incidenten op te lossen. Naast het onderzoek van deze incidenten en de zoektocht naar de daders zijn we uiteraard verscherpt aanwezig op straat. Dus we zorgen voor verscherpt toezicht. Ziet u nou iets verdachts, bel dan alsjeblieft 112, zodat wij daarop kunnen reageren. Wij willen deze zaken oplossen. Heeft u informatie, neem dan alsjeblieft contact op met de recherche via 0900 8844 of meld dit via Meld Misdaad Anoniem.